Discussion. Naast mij zit Tim en ik ben Renze. Vandaag is bij ons demissionair minister van Justitie en Veiligheid, meneer Grabberhuis, de gast. Onlangs heeft hij een essay uitgebracht met de weerloze samenleving, waarin hij terugblikt op zijn 4-jarige termijn als minister. We zullen hier verder op ingaan en daarbij ook de positieve en negatieve veranderingen binnen de Nederlandse samenleving bespreken. Welkom, meneer Grabberhuis. Welkom, ja, dank. Goed jullie te spreken en leuk dit te doen. Ja, mooi. Ja, meneer Grabberhuis, wat voor cijfer zou u het jaar 2020 over het algemeen geven? Nou, ik denk dat 2020 bijna voor ons allemaal een jaar is waarvan de leraar zei, ik zou het proefwerk nog een keer openmaken voor het tentamen. Het is echt, ik had het er gisteren nog over met mijn vrouw, het is allemaal zo... Ja, zo snel en tegelijk natuurlijk ook zo langzaam, maar gegaan. We zijn echt met z'n allen, hebben we een jaar vertraging in onze doeleinden, in onze wensen, in ons, de dingen waar we mee bezig zijn, hebben we gewoon toch een groot deel van een jaar verloren. En dat is natuurlijk wel niet helemaal, we moeten het ook niet, het was niet zo erg als dat je in een oorlogsgebied zit, laten we daar echt wel helder over zijn. Maar dit is, dat virus is natuurlijk een ramp geweest. Ja, nog steeds in belangrijke mate. Ja, was 2020 het meest opmerkelijkste jaar ooit voor u? Om het zo te zeggen. Nou, ik vond het wel... ik vond het wel het somberste jaar wat ik heb meegemaakt in mijn leven. Ik ben inmiddels 61. Weet je, ik denk dat we echt nog... heel gelukkig mogen zijn met elkaar dat we digitaal zo ver zijn. Hè, dat we ook dit nu op deze manier kunnen doen. En dit had je 20 jaar geleden, had dit er echt heel erg lijp uitgezien. Dan had je echt gezegd, na 5 minuten laat maar. Ik ga gamen op een veel eenvoudiger gameapparaat. Dat is één ding. Het tweede is de vooruitgang in onze wereld van medicijnen is natuurlijk onvoorstelbaar, want 100 jaar geleden de Spaanse griep, ja, toen konden ze er helemaal niks tegen. En die is gewoon, zoals dat heet, op een gegeven moment uitgedoofd nadat er echt, 15 miljoen mensen of zoiets waren omgekomen. Dus, je moet ook een beetje zeggen, weet je, count your blessings in zo'n nare tijd. En verder, we moeten gewoon door. Mm-hmm. We moeten door. In uw essay, dat begon u ook meteen met de olifant in de kamer. Uw bruiloft afgelopen zomer. De integriteit van u werd door de Nederlandse samenleving in twijfel getrokken. U bent uiteindelijk doorgegaan als minister van Justitie en Veiligheid. Wat voor impact heeft de bruiloft gehad uiteindelijk op afgelopen half jaar van uw ministerschap? Nou, niet op het afgelopen half jaar, wel de eerste maand. Dat wil ik wel benadrukken. Ik heb de organisatie van die bruiloft werkte niet goed genoeg. En daardoor hebben mensen daar de 1,5 meter regel overtreden. Dat is gewoon niet goed. Stom geweest. Daar begin ik ook het boek mee. Ja, stom. Daarmee verspeel je je geloofwaardigheid. De Tweede Kamer heeft in overgrote meerderheid gezegd, nou, inderdaad, ontzettend stom, maar je mag van ons door, want we hebben nog wel, zei het weinig, we hebben nog wel vertrouwen op grond van wat je eerder hebt gedaan. Nou, dan ben je toch de eerste maand, heb je daar nog wel last van dat je een flinke tik op je vingers hebt gehad. Maar wij moesten ook verder, want we zaten toen met dat virus waar echt gewoon... bleek, hè, dit was in september, dat het langzamerhand weer allemaal omhoog aan het gaan was op de verkeerde manier. Met besmettingen en met ziekenhuisopnames en dergelijke. Je moet ook weer snel de zaken oppakken. En ik merk de afgelopen maanden dat het vertrouwen, dat blijkt ook uit allerlei onderzoeken, maar ik merk het ook in de rechtstreekse contacten, in de politiek en daarbuiten, dat mensen weer ook zeggen, oké, je hebt dat stevig opgepakt, dus je hebt het vertrouwen weer. En we moeten nu echt door totdat we hopelijk aan het begin van de zomer dat virus er echt en zijn varianten ook eronder hebben. Want dat moeten we samen doen. Is uw daadkracht dan weer terug waar het was
momenteel? Ja, ik denk dat dat al in... in de loop van september komen we dat langzaam terug. Dat was al, denk ik, begin oktober. Ja, kijk, je kunt ook niet heel lang... dat heb ik in het boek ook gezegd. Je kunt niet heel lang bij de pakken neer gaan zitten of zeggen... oh, wat ben ik zielig of oh, wat ben ik dit of dat. Nee, je moet of het weer oppakken. Dat heb ik in een interview met een krant ook gezegd. Nou, je hebt een flinke draai in je oren gehad en dan moet je daarna... moet je of zeggen, ik ga ergens in een hoekje zitten of ik ga ook weer door. Ik heb voor het laatste gekozen. Vindt u dat achteraf gezien een juiste keuze? Dat die heeft gemaakt? Ja, vind ik wel. Want ik heb me verantwoord, en dat is ook in de scheiding der machten die we in Nederland hebben, moet je als kabinet je tegenover het parlement verantwoorden. En ongeacht de afloop vond ik dat ik dat moest doen. En als een groot deel van het parlement zegt, oké, je hebt nog wel een beetje vertrouwen, maar laat zien dat je het weer helemaal terugbrengt. Nou, dan vind ik, dan moet je dat ook laten zien. En ik denk dat dat ook... Dat ook al gebeurd is. Mm-hmm. En als we dan even uitzoomen, dus iets over het breedte trekken, dus uw termijn als minister van Rutte 3. En dan ben ik toch wel benieuwd of u over het algemeen tevreden bent over uw rol als minister van Justitie en Veiligheid van de afgelopen 4 jaar. Ja, dat is... Nee, ik denk niet dat... Je bent nooit tevreden, want je moet in een korte periode, dat is 3,5 jaar geweest. Nou, dan hebben we nu nog de komende 4 maanden na de verkiezingen. Laten we hopen dat er in juli een nieuw kabinet is. Je hebt bijna 4 jaar gezeten. En je kunt een heleboel dingen in die tijd realiseren. Ik denk dat dat ook wel eens gebeurt. Daar kan ik ook goede voorbeelden van geven. Maar er zijn ook dingen die je eigenlijk veel verder had willen brengen. Ik heb en zoals wat? Heb je daar een voorbeeld voor? Nou, wou ik net zeggen. Hè? Ik ben van het begin toen begon Me Too. We speelden toen net en toen ben ik eigenlijk gaan kijken, hebben wij wel goede regels op het gebied van seksuele misdrijven? Klopt dat nou wel? En dat bleek gewoon dat tekort schoot. We hadden helemaal geen goede regels over seksuele intimidatie in het openbaar, op straat en online. En ook seks tegen de wil. Was niet goed, niet volledig geregeld in Nederland. Daar ben ik mee aan de slag gegaan vanaf, nou, wat zou het zijn, maart 2018. En dan heb je toch echt 3 jaar nodig om zoiets echt tot een goed wetsvoorstel te brengen waar iedereen zich in kan vinden. Nou ja, en dan, dat zijn echt lange periodes die je nodig hebt. En dat werkt zo. Dat werkt zo in ons land. We willen iedereen wel de mogelijkheid geven om aan de voorkant daar dingen van te kunnen... En zijn er dan toch in die 4 jaar dingen die u anders had willen doen, naast uw bruiloft natuurlijk? Nou, mijn bruiloft zelf had ik niet anders willen doen. Nee, maar... Ik ben nog steeds gelukkig getrouwd. Maar, nou, zijn er dingen die je anders had willen doen? Ja, ik denk zeker. Kijk, in de eerste plaats, maar goed, daar kan niemand wat van doen. Corona heeft echt enorme vertraging opgeleverd, ook bij mij en op het ministerie. Want daardoor hebben we gewoon echt dingen minder ver kunnen brengen dan we wilden. Los daarvan denk ik, wat ik echt veel liever vanaf het allereerste begin had willen oppakken, was het goed zetten van regelingen voor posttraumatische stressstoornis, voor politieagenten, brandweerlieden. Mm-hmm. Daar kwam ik eigenlijk pas na zo'n 3/4 jaar achter dat ook een tekort op zat. Ja, en dan moet je nog echt beginnen met te kijken van wat is dat dan, wat kunnen we daar doen. Een ander ding is de cybersecurity, de digitale veiligheid van Nederland. Nou ja, daar heb ik heel veel op ingezet, want die is echt het bewustzijn van bedrijven in Nederland, van de burgers in Nederland, maar ook van mensen die in het openbaar bestuur dingen doen, op de gevaren voor digitale onveiligheid, voor gebrek aan cybersecurity. Nou, dat bewustzijn is echt laag. Ik heb daar enorm veel aan proberen te doen. Maar wij hebben in Nederland heel erg digitale dijkbewaking nodig tegen statelijke actoren, hè? Dus landen die, laat ik zeggen, echt proberen om bij ons in de systemen binnen te dringen en
niet alleen bij ons, ook elders, en kwaad willen. Maar ook criminele organisaties. Ik weet niet of jullie dat hebben meegekregen. Maar kijk, ransomware is de afgelopen jaar ineens in 2020 heel wat meer keren aan de orde geweest. Hè, denk aan de Universiteit Maastricht, denk aan de gemeente Hof van Twente. Nou, zo zijn er nog een aantal voorbeelden noemen die hier niet allemaal afgaan. En ik heb wel eens gezegd, dankzij corona is cybercrime, er hoort ook dit soort dingen bij, is een nieuw businessmodel geworden voor gewone misdadigers. Daarvoor zat het toch een beetje in de, hoe moet ik het zeggen, de hogere echelons van de misdaad. Maar inmiddels, ik weet niet of jullie dat ook wel eens hebben ervaren, je krijgt tegenwoordig van phishing mails die, nou, die zien er haarscherp origineel uit. Mm-hmm. En die zijn ontzettend brutaal. En die versturen ze gewoon aan 10.000 mensen tegelijk. En er zijn er altijd wel 10 die erin trappen. Hoe ziet u dan de strijd tegen cybercriminaliteit aan? Is dat dan een aparte tak van de politie moet dat worden? Moet dat een staatssecretaris worden? Moet je met Defensie, dan moet je mee onder armen gaan? Of een minister van digitale zaken? Zeker. Dus we zijn hard aan het investeren in specialisatie op dit punt bij Openbaar Ministerie en politie. En ik vind het wel lastig om Nationaal Cybersecurity Center valt nu onder mij. Ik zou het lastig vinden als je dat weer gaat afsplitsen naar een aparte staatssecretaris. Want we moeten ook heel goed het bij elkaar houden. Niet alleen de kennis, maar ook de bevoegdheden. En die bevoegdheden liggen natuurlijk toch vooral bij Openbaar Ministerie, politie, de Nationale Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Dat is een hele mond vol. Ik zal hem vanaf nu de NCTV noemen. En ik hoop dat de meeste mensen die kijken ook precies weten wat de NCTV is. Die organisaties moeten daar vooral mee werken. Dus ik zou dat niet weer gaan afsplitsen naar iemand die alleen maar apart zich op cybercrime gaat richten in de politiek. Dus gewoon veel meer focus op cybercrime in het ministerie van Justitie en omgeving. Ja. We willen even terug naar COVID. Het zal een rode draad blijven voor dit interview. U als minister had een cruciale rol in de Nederlandse COVID-maatregelen. En dat is misschien een beetje een open deur. Maar had u ooit verwacht dat u als minister zoveel macht of ruimte moest inperken voor burgers? Ooit? Nee. Ik moet echt zeggen, ik zal ook heel open vertellen hoe dat in het begin gegaan is. Toen duidelijk werd in februari dat corona echt ook hier gewoon niet tegen te houden zou zijn. Toen hebben we, zoals dat heet, de crisisstructuur ingesteld. En dat is een speciale structuur waarbij de minister-president en de minister van Justitie en Veiligheid ervoor verantwoordelijk zijn dat aan de ene kant alle noodzakelijke beslissingen worden genomen om die crisis goed te kunnen bestrijden. En aan de andere kant de Nederlandse rechtsstaat ook goed in de gaten wordt gehouden. Vandaar dat de minister-president en de minister van Justitie en Veiligheid zijn. En toen ik heel jong was en nog eindexamen deed, in mei 1977, had je de Molukse gijzelingen van treinen en een school. En dat was een paar jaar eerder ook geweest. En ik weet nog dat ik toen de toenmalige minister-president Den Uyl en de toenmalige minister van Justitie van Acht steeds samen zag optrekken. En ik dacht als jongen van 17, dat is omdat die van de grootste twee partijen zijn. Maar dat was niet zo. Van Acht was daarbij, minister van Justitie, omdat die, de minister van Justitie, is altijd in Nederland verantwoordelijk voor het crisisbestuur en met name om ervoor te zorgen dat de rechtsstaat in acht wordt genomen. Nou, wij hebben aan het begin maart, hebben Mark Rutte en ik, toen die crisisstructuur uitgeroepen was, tegen elkaar gezegd, we gaan niet in Nederland de noodtoestand uitroepen. En we gaan dus niet het leger de straat opsturen en dat soort dingen meer. En dat is van mij een overtuigd principe. Dat hoort niet bij Nederland. We zijn toch wel een heel. Nederland is een land waar er wordt veel gediscussieerd. En iedereen heeft zijn eigen mening. Maar uiteindelijk gaan we het samen doen. En dat is ook de historie. Hè? Dat is al 1000 jaar geleden ontstaan. Toen we de
alle, het water weg moesten houden. En dat deden mensen van allerlei komaf. En de een was katholiek en de ander was protestant. Dat gebeurde in gezamenlijkheid. Dus we hebben samen gezegd, geen noodtoestand. En als je in andere landen in West-Europa kijkt, dan zie je dat daar af en toe hele forse maatregelen zijn genomen op basis van dat soort wetgeving. Maar in Nederland zijn ook forse maatregelen. Zeg maar, mag rust onderwijken. Ja? Wat was moreel voor u de lastigste maatregel om te nemen? Ik heb zelf enorme moeite gehad met maatregelen als het sluiten van scholen. Dat vond ik echt heel zwaar. En ik geef onmiddellijk toe aan alle mensen die nu kijken, het sluiten van een hogeschool of een universiteit is ook behoorlijk rampzalig. Maar ik verwacht toch van studenten die zijn overwegend volwassen of bijna volwassen, dat ze daar meer begrip voor kunnen hebben in zo'n situatie. Maar er zijn bijvoorbeeld wel bepaalde moties ingediend om weer die scholen te openen, om universiteiten te openen, hbo's te openen. Waarom wordt dan toch de voorkeur gelegd om de mbo-scholen wel meer te openen in plaats van dat het de universiteiten en scholen gaan? Dat zeg ik net heel eerlijk. Dat is toch, daarom vond ik, dus Tim Vree vroeg mij, wat vond u nou het moeilijkst? Ik vond het sluiten van scholen, van primair onderwijs, maar ook van voortgezet onderwijs het moeilijkst. Want ik vind het heel moeilijk om aan kinderen uit te leggen, dat kan dus helemaal niet, dat je onderwijs krijgt. En ook om daar in hun levens mee te trekken. Ik heb dan toch zoiets, en ik heb zelf geen kinderen meer in die leeftijdsgroep. Hè. Ik heb kleinkinderen, maar die zijn jonger dan 2. Maar ik had zoiets van, ik vind dat, zo ben ik ook opgevoed, dat moeten de volwassenen oplossen. Dus dat heb ik echt een hele zware maatregel gevonden. Maar ja, ik weet wel dat ik een keer bij de Haagse politie zat, ergens in januari om te praten. En toen zei ik, ik vind het heel erg voor de ondernemers. Maar goed, dat we niet naar het café kunnen, dat is vervelend, maar daar komen we wel overheen. En toen zeiden een aantal van die dienders, wij zeker niet, minister. Dus dat is ook maar net een beetje hoe je in het leven zit. Maar ik vond echt scholen voor kinderen tot en met 17, 18, dat heeft echt aan me gevreten, dat die dicht moesten. En nogmaals, ik vind het voor de universiteiten en hogescholen, ik denk het ook waardeloos, maar heb ik zoiets, dat is beter uitlegbaar en begrijpbaar. En ook voor studenten kunnen ook, verwacht ik ook wel van dat die, en het is waardeloos, laten we daar nou niet over hebben, ook dat het zo lang duurt, maar daar verwacht ik ook van dat die meer kunnen dealen, hoe moeilijk ook, met het gegeven dat het onderwijs online is. Maar dan kun je kinderen van 8 of pubers, is dat echt heel heftig. Ja. Is dat ook niet een kleine opluchting? Dat u over een paar maanden niet meer, waarschijnlijk niet meer minister van Justitie en Veiligheid bent? Dat u niet meer verantwoordelijk bent voor deze nieuwe... Ik denk dat tegen de tijd dat iedereen gevaccineerd is, is er een nieuw kabinet. Dus ik denk dat een nieuw kabinet, en je weet nooit of ik niet per ongeluk toch nog terugkom in het nieuwe kabinet. Weet je nooit. Dus ik zou je niet te snel verheugen, Tim. Ik zeg dat spottend. Maar even dit. Dat is niet een... dit is iets wat op ons is gelegd. En ik ben zelf niet heel actief, maar wel gelovig. Van huis uit ook, maar ook zelf. En ik geloof echt wel dat er ergens een oerkracht is die ons heeft doen ontstaan. En dit is, de COVID-pandemie is iets wat, een enorm onheil wat ons is overkomen. En we moeten zorgen als mensen dat we daar met elkaar goed mee omgaan. En tenslotte, Tim, ik geloof heilig in het halfvolle glas en niet in het halflege glas. Dus ik zal altijd weer overeind klauteren en zeggen, oké, mensen, was weer een tegenvaller. Weerbaar zijn dus. Weerbaar. Je moet altijd, weerbaar. Dat zeg ik ook aan het slot van het boek. Maar laat ik de plot nog niet verklappen. U had het over het volgende kabinetsperiode wellicht. We willen even kijken naar het CDA. In 2020 stond CDA boven de VVD. Niet in meer wat je denkt, maar in de Nationale Politieke Integriteitsindex van de Volkskrant.
als het partij met de meeste schandalen. Als we naar de COVID-pandemie krijgen, hadden we uw bruiloft wat over gehad. We hebben Wopke op de schaats, Hugo de Jonge met zonder mondkap in de winkel. We hadden Ank Bijleveld die naar de kerk ging tegen advies in. Hoe kunnen we het CDA nog serieus nemen? Nou, kijk, twee dingen. Die barometer van de Volkskrant, daar ga ik maar heel hard van zeggen, dat vond ik wel een enorm hoog appels- en peren gehalte. Want inderdaad, ik vind dat wij alle vier als minister een keer gewoon niet het goede hebben gedaan in dat opzicht. Ik heb ook aan het begin van het boek gezegd, ja, ik had de zogenaamde de anderhalve meter organisatie, dacht ik goed gedaan te hebben. Had ik gewoon niet goed genoeg gedaan. Nou, dat is dan ook echt niet zo. Over de anderen ga ik niet spreken, dat moeten ze zelf verantwoorden. Maar dat is inderdaad niet goed. Maar wij zijn ondertussen wel de ministers, dat geldt met name voor Hugo de Jonge en mij, die het meest vooraan hebben gestaan en in de vuurlinie hebben gestaan om COVID te bestrijden. En daar neem ik ook niets van terug. Dan kun je nog steeds zeggen, had dit zo moeten gebeuren? Nou ja, kijk, bij mij is iemand in de bosjes gaan liggen om te kunnen kijken of die ons daarop zou kunnen betrappen. Ja, nou goed, weet je, het is wat het is. Dan moeten we ook niet, dan moet je op een gegeven moment nemen zoals het is. Het CDA is de afgelopen jaren, als je kijkt, want dat was wat die index, daarom zeg ik appels en peren, wat die index die al een aantal jaren bestaat vooral beoogt, dat is ook te kijken naar, hebben mensen, laat ik zeggen, in financieel opzicht dingen gedaan of bevoordeling van vrienden en kennissen en allemaal dat soort dingen, dubbele belangen gehad. En ik denk dat de CDA daar echt de afgelopen jaren nou juist een grote integriteit laat zien. Maar ik ga niet ontkennen dat op het punt van de COVID-maatregelen we echt het beter hadden moeten laten zien. Maar dan is het toch ook, want integriteit is altijd dat woorden en daden moeten met elkaar rijmen. Dan is het toch wel heel krom dat alsnog degene die erover gaan, u gaat er bijvoorbeeld ook over en Hugo de Jonge, er worden bepaalde maatregelen opgesteld. En de volksvertegenwoordigers die leven het niet na, maar de burger zelf die moet het nog steeds wel gewoon wel pikken. En daardoor, zoals ik stond 3:09 op straat, ik heb de boete gekregen, is niet slim van mij, maar toch, dan moet ik dat wel pikken, terwijl de vertegenwoordigers, de volksvertegenwoordigers... Maar ik heb de boete ook gekregen, hè? En ik heb de boete ook betaald. U heeft dus, de voorbeeldfunctie, toch? Ik heb de boete gewoon betaald, het volle bedrag. Daarna is die boete omlaag gegaan, maar daar heb ik verder ik heb niet gezegd, stort mij nog een deel terug. En dat doet er niet aan af, hè? Dus nee. Je hebt gelijk dat je me daar aanspreekt. Maar mensen vragen mij nu, en kunt u nu nog mensen kunt u nog wel mensen erop aanspreken? Dan zeg ik, ja, ik heb het goed gedaan. Maar ik ben daar ook openlijk, laat ik zeggen, voor op het schavot gezet. En ik heb ook die boete die ermee te maken had ook betaald. En ik heb ook steeds gezegd, mensen, die regels die zijn er nog steeds. En die regels moeten we met elkaar naleven. En ik begrijp jouw punt van de 3:09. Ja. En dat is natuurlijk, ja, de politie heeft bij de avondklok. Ik kan me voorstellen dat jullie misschien gedacht hadden, hij gaat zeggen dat hij de avondklok de moeilijkste maatregel vindt. Maar daar wil ik best zo over uitleggen waarom niet. Maar de politie heeft heel duidelijk van tevoren aangegeven, mensen, dit gaat alleen werken als iedereen zich er goed aan houdt. En heeft ook echt gezegd, we gaan er streng op handhaven. Ze hebben toen ook die eerste zaterdagavond een fuik gezet op de A2. Ja, toen kreeg ik ook allemaal Kamerleden en die zeiden, moet dat nou? Ja. Ik zei, nou ja, we hebben deze maatregel ingevoerd. Het is een vervelende maatregel, laat ik dat voorop stellen. Een maatregel die vooral jongeren en alleenstaanden treft. Dat vind ik ook heel akelig. Maar het is een maatregel die volgens het RIVM... men voorspelde toen 8-13%. En ze zeggen nu uiteindelijk 10% samen met die één bezoekersregeling, die ik overigens veel pijnlijker vind. Maar die 10% scheelt
bij de bestrijding van het virus. Ja, en dat is... De afgelopen weken hadden we dat gewoon nodig. Ik weet niet of jullie het volgen, maar je ziet nog steeds dat door die Britse variant het heel langzaam weer nu... Vandaag hadden we 6000 besmettingen, dus begrijp ook. Ik word er niet wanhopig van, want dan moet ik iets anders gaan doen. Maar ik zit ook wel eens zo te denken van mensen, wat kunnen we nog doen... Ja. Om die laatste paar maanden dat virus weg te houden. Het enige wat ik kan doen is tegen iedereen zeggen... doe alsjeblieft je best met die maatregelen. En zorg dus, Rens, maar zorg dus dat je niet om 3:09 op straat bent. Ja, ja, ik had gehoopt dat u zei van nou, dat moet eens worden kwijtgescholden, maar helaas... Nee, ik zag het aan je grijns en die ging meteen weer weg toen ik zei... Nee, helder. Oké, laten we gaan naar iets anders. We hebben het net gehad over de boetes en deels de avondklok. Dit zijn delen van de groei van de politieke macht in Nederland gedurende de lockdown. Wordt de politieke macht volgens u in deze pandemie nog wel gecontroleerd? Ja, want de Tweede Kamer heeft gezegd, we gaan iedere week over COVID gewoon debatteren. Mm-hmm. En men is toen de maatregelen wat versoepelde ook weer over allemaal andere dingen doorgegaan. Maar we deden heel veel dingen ook schriftelijk. En ik heb echt de overtuiging dat de controle echt goed is geweest. Wat ik wel zie is dat we... Het gaat natuurlijk langzamer en je kunt minder debat hebben. Je moet allemaal op 1,5 meter en dat soort dingen meer. En ja, wat je wel ziet is, ik heb het laatste jaar minder tot stand kunnen brengen. En dat zal voor mijn collega's ook gelden. En daarmee ook het parlement. Hè? Dus we hebben minder samen kunnen doen dan ik gewild zou hebben. Ja, dat is wel dat is verdrietig. Maar dat geldt voor jullie natuurlijk ook in je studie. Ik kan me voorstellen dat er heel veel zijn die zeggen, ja, ik heb veel minder... tentamens kunnen halen dan ik eigenlijk in mijn planning voorzien had. Dus is de politieke macht dan niet te bepalend geweest afgelopen tijd? Nee, ik vind eigenlijk zelfs dat COVID ons heel erg verenigd heeft. Mm-hmm. En ik vind, als je ziet hoeveel mensen in Prato gaan... social media. Hoor je me nog of niet? Ja, hoor je wel. Ja, nee, ik was aan het zeggen, zeker als je ziet hoe allemaal mensen tegen elkaar inkakelen in praatprogramma's op de krant en op social media, dan vind ik de eensgezindheid waarmee Nederland, ook studenten, ook jongeren, toch zich grotendeels gecommit heeft aan de maatregelen. En echt, ga me niet vertellen dat er in deze call van de 180 mensen nu meer dan 20% is. Die nog nooit een keer per ongeluk of expres de regels heeft overtreden. Dat geloof ik niet. Dat hoort er allemaal bij, denk ik. Maar we hebben echt met z'n allen, vind ik, onze stinkende best gedaan om dat virus er goed onder te krijgen. Ja, ik vind dat geweldig. Dat zeg ik ook aan het slot van mijn boek. Zeker, ik vind zeker. Dat de weerbaarheid van Nederland. Ja, en denkt u niet dat nu de overheid is heel erg aanwezig in onze samenleving? Denkt u dat dit blijvend is in het leven van burgers ook na corona? Net bijvoorbeeld de VVD met hun campagne Een Sterke Overheid. Dat zijn wel natuurlijk allemaal wel dingen dat de overheid wel aanwezig blijft in onze samenleving. Nou, voor de VVD is het nieuw dat ze de overheid sterk willen maken. Want ze hebben echt 20 jaar lang geroepen de overheid moet kleiner. Precies, dus is dat een blijvend iets? Ja, dan moet je echt met de VVD daarover bellen. Dat weet ik niet. Ik denk dat confessionelen, het CDA met name, heeft een traditie van, dat noemen wij het rentmeesterschap. En dat betekent dat je echt over datgene wat je hebt, daar moet je voor waken. En dat moet naar de volgende generatie. En dat betekent dat je ook gelooft in een grotere overheid. En als ik hem anders stel? Als ik hem nu anders stel, bijvoorbeeld, nu zie je ook dat partijen als de VVD het overnemen dat ze een sterkere overheid willen. Dus is het dan, zoals u dat noemt in uw boek, een typisch voorbeeld mee met de stroom van de toekomst van bepaalde systemen? Ik denk dat vind ik moeilijk te zeggen, want ik moet nog zien
dat men daar uiteindelijk in meegaat. Ik vind, dat zeg ik heel eerlijk, het is nu ook verkiezingscampagne, dus dat mag. Ik vind dat de VVD heel erg zich richt op wat uit onderzoeken naar voren komt, dat de meerderheid van de samenleving speelt. Dat zag je ook heel erg bij de Zwarte Piet discussie. Ik heb mij daar al jaren geleden duidelijk, ook in een vorig boek, op uitgesproken dat we daarmee moeten stoppen. En ik heb ook gezegd, ik heb het zelf jarenlang me niet gerealiseerd, en dat moet ik me ook als Nederlander aanrekenen, dat ik mijn mede-Nederlanders, dat ik dat gewoon niet goed heb gedaan. Nou, in het kabinet was de VVD jarenlang tegen. Dat moest blijven, dat het maar in de maatschappij moest worden bediscussieerd. Totdat in mei bleek dat toch wel de meerderheid van de Nederlanders vond, naar aanleiding van Black Lives Matter in juni, ja, daar moeten we toch eigenlijk inderdaad van af. En toen heeft de VVD zijn standpunt overgewijzigd. Dat is een goede recht, maar dat is, of dat nu bij de sterke overheid niet een beetje hetzelfde speelt, omdat we natuurlijk gezien hebben dat doordat we een sterke overheid hadden het afgelopen jaar, zijn we, nou ja, hebben heel veel ondernemers hebben steun gehad voor hun bedrijf. Heel veel mensen hebben hun baan kunnen behouden, ondanks dat het werk nog maar een stuk doorging. In het onderwijs is heel veel geld gegaan om te kunnen financieren dat studenten gewoon vertraging in hun studie opliepen. Dat komt allemaal door dat we die sterke overheid hadden. En jullie moeten, want ik hoef absoluut geen zieltjes te winnen vandaag, jullie moeten gewoon heel goed, vind ik, kijken naar, oké, wat, niet alleen wat vind ik van die overheid, maar wat vind ik van de lange termijn. Wordt er ook echt gekeken naar waar we in de lange termijn naartoe moeten. Okay. Zodat we de langere termijn de trend hebben. We hebben net over politieke macht gehad. We willen nu kijken naar de rechterlijke macht. De afgelopen jaren komt ook in de media dat de rechters beleid van de politiek streng corrigeren. De agendazaak, stikstofcrisis, een paar weken geleden de avondklok werd teruggedraaid. Ziet u dit ook als een trend voor de toekomst? Nee, ik ga daar heel hard tegen in. Mensen die dat roepen. Ik vind dat wij echt een hele goede rechterlijke macht hebben. Laat ik dat even vooropstellen. Die is echt heel professioneel, juridisch heel degelijk, staat ook internationaal. Hè? Dat is allemaal van die vergelijkende onderzoeken. Ja, die gaan dan niet op hoor, van wie past de wet op de hengelsport het beste toe. Maar die gaan meer op, hè, van hoe zit het met de integriteit van de rechterlijke macht, met het opleidingsniveau, met het aantal zaken en wat is de input en de output. Nou, dat is echt, daar neem ik het op voor onze rechterlijke macht. In de agendazaak heeft de Hoge Raad een beslissing genomen waarbij de Hoge Raad gewoon heeft gezegd, ik doe het nu even kort, hè. Ja, in 1990 is Nederland in bepaalde verdragen gestapt. En die verdragen leiden tot verplichtingen op grond van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. En ja, daar toetsen wij aan. En dan moet je als kabinet gewoon echt ervoor zorgen dat je de verplichtingen nakomt. Ik noem dat in mijn boek, wij waren een erfeniskabinet. Ja, dat is een beetje pech. Maar bij ons kabinet kwam de stikstof naar boven, kwam Urgenda naar boven, Groningen, de gaswinning. Dat waren drie grote dossiers die jarenlang zijn blijven liggen. En waarbij ik als Nederlander, bedoel, ik kon gewoon stemmen. Hè? Dus ik heb ook op de partijen gestemd die daar niet iets mee deden. En ja, dat is door de Hoge Raad nu echt juridisch op een correcte wijze is dat afgestraft. De avondklok, daar vind ik dat je de rechtsstaat in optima forma zag. Want de kortgedingrechter die vond dat die avondklok, de wettelijke grondslag, nou, daar had deze rechter, die had daar geen vertrouwen in. En maar die vond ook, ja, de proportionaliteit die deugde. De hoge beroeprechter, het Hof, heeft met drie raadsheren daar vernietigend over geoordeeld. Die heeft gezegd, luister, die wettelijke grondslag is wel degelijk goed. Die is bovendien aangekondigd aan het parlement. Sterker nog, het parlement heeft een spoeddebat kunnen voeren om te kijken, willen we dit of willen we dit niet? En vervolgens heeft de hoge beroepsrechter ook gezegd, ja, of een maatregel proportioneel is,
daar moet in beginsel het Outbreak Management Team, ik neem aan dat ik dat in deze call niet hoef uit te leggen wat het is. Ja, maar die gaan daar, die adviseren daarover en het kabinet moet op grond daarvan beslissen. En wij als rechter moeten terughoudend kijken of het kabinet niet volledig uit de bocht vliegt. Maar ja, het kabinet had dat advies van het Outbreak Management Team opgevolgd. En dan gaat niet de rechter, zei het Hof. Dan moet niet de rechter gaan zeggen, ja, ik vind 10% niet voldoende of het is niet voldoende bewezen of wat dan ook. Nou, waarom zeg ik dat is terecht staat in optima forma? Daarmee heb je dus gewoon gezien dat een hoge beroepsrechter dat ook kan corrigeren. Wat ik daar wel pijnlijk van boven komen is, over zoiets belangrijks moet een kort gedingrechter niet in zijn eentje beslissen, denk ik. Maar dat is iets, komt nog eens over de toekomst. En dus hadden misschien toch, ook in de eerste instantie, had je daar met z'n drieën naar moeten kijken. Maar dat is wel ongebruikelijk hoor, bij kort geding. En het tweede is, ja, dat zullen jullie gezien hebben. In die week dat dit speelde, kreeg ik allemaal rotte eieren naar mijn hoofd. Juridisch prutswerk, vooral van D66. En van de SGP, terwijl ze beter wisten, want ze waren een maand tevoren als Kamerleden erbij betrokken. En in de media werd dat klakkeloos overgenomen. Nou, dat vind ik teleurstellend. Daarin schiet onze samenleving tekort. Want ik zeg dat zo hard als het is, hè. Er werden gewoon rotte eieren gegooid om politieke redenen. Mm-hmm. En toen een week later de hoge beroepsrechter zei, het is gewoon keurig juridisch gegaan en dit was een terechte afweging. Dan heb ik nog even zo gedaan, maar ik heb niet van D66 of de SGP, die waren het vooral, heb ik andere partijen, moet ik zeggen, hebben zich echt een stuk terughoudender opgesteld. Zo van, ja, even kijken hoe en wat. Maar ik heb nooit gehoord, ja, dat hadden we ook niet moeten zeggen, van dat juridisch prutswerk, we wisten wel beter. Nou, en nou is het punt, dan gaat het mij niet erom om over deze of geen onaardig te doen. Maar kijk, jullie zijn allemaal hoog opgeleid. Of jullie zijn bezig dat te worden. Maar ontzettend veel mensen die moeten dit uit media halen en uit hoe de politiek erop reageert. We zijn een virus aan het bestrijden. Dus het is niet zo. Het is niet zo dat ik hier bijvoorbeeld, Tim, eventjes met een wet bezig ben geweest. De cybersecurity, de privacy heel erg in te perken of zo. Hè? Wat helemaal niets met COVID heeft te maken. Nee, het was een wet in het kader van de bestrijding van COVID. Nou, dat COVID is voor heel veel mensen zwaar. En die bestrijding en die maatregelen nog meer. Nou, dan vind ik dat de rechter niet tekort is geschoten. Want ik vind een rechter mag een beslissing nemen die een hoger beroep wordt teruggedraaid. En dat is dan dus een verkeerde beslissing geweest. Maar ik vind wel dat, ik vond dat de politiek en de journalistiek daar alleen maar met rotte eieren mee zijn gaan doen. En dan denkt de burger, ja, die raakt terecht. De burger gaat denken, ja, waar gaat dit nou over? Overigens een compliment van diezelfde burger. Want dezelfde dag dat we het al voorlopig geschorst kregen, iedereen heeft zich in die weken tot dat hoge beroep keurig aan de regels gehouden. Sorry voor het lange verhaal. Je merkt dat het me best een beetje dwars zit. Maar ik vind de Nederlandse rechter is overwegend echt gewoon van goede kwaliteit. Ja. En die is helemaal niet politiek bezig. Dan ga ik de volgende vraag. Ja, dat is een ander aspect van in de samenleving wat zich nu afspeelt. Het zijn na de invoering van de avondklok zijn veel rellen geweest. En nu zie je ook Drie, vier avonden, hè? Drie avonden. Maar toch, het zijn wel rellen. En grote feesten in parken zien we nu ook her en der. En dat zijn wel bepaalde groeperingen die zich afzetten tegen het beleid van de overheid. Ziet u hier een slijmende trend binnen de samenleving? Of is corona de katalysator van een bepaald wrok? Nee, we hebben daar uitvoerig onderzoek naar gedaan. En dat is ook openbaar. En daar blijkt uit dat de mensen die denken dat het virus een complot is, of die denken dat wij dit voor onze lol doen, of om er beter van te worden, dat is maar echt zo'n klein stukje in de samenleving. Waar ik me meer zorgen om maak is, want ik woon pal bij het Vondelpark, de jongeren die, zoals een paar weken, hè, want we hebben dus 3 avonden rellen gehad, hè, maar ik ben ook niet blind. Ik heb gezien dat 2 weken geleden het Vondelpark volstroomde met allemaal jongeren die hier, die daar gewoon bovenop elkaar gingen zitten. En daar heb ik de volgende dag ook in een reactie bij de pers over gezegd. Kijk, ik begrijp de wanhoop en ik begrijp ook wel soms de boosheid. Maar het vervelende is als we
We komen met elkaar in een negatieve spiraal. Als je die maatregelen zegt van zoek het maar uit met je maatregelen. Die besmettingen worden alleen maar meer. Die ziekenhuizen raken propvol. En dat propvolle betekent dat jouw je neef of je moeder niet meer terecht kan voor de hartoperatie of de kankeroperatie. Dat we op een gegeven moment ook de spoedeisende hulp hele stukken kwijtraken. Dus je slikt een vishaakje in. Ja, dat is een beetje een gek voorbeeld. En daar kan je voorlopig ook helemaal niet voor terecht. En weet ik, dus dat willen we niet. Maar ik zeg tegen iedereen, jongens, het is echt, je doet het niet voor mij. Je doet het om die negatieve spiraal te voorkomen. Want hoe erger het wordt met die besmettingen en met de ziekenhuisoverbelasting, hoe zwaarder de maatregelen moeten worden. Maar u ziet het niet als een trend in de samenleving dat steeds meer mensen... Ik maak natuurlijk zorgen om veel jongeren voor wie het echt zo langzamerhand heel moeilijk uit te houden is. Hmm. En dan zul je zeggen, goh, is dat dan bij ouderen niet zo? Nou ja, weet je, ik ben 61 en ja. Mijn testosterongehalte is een stuk minder dan bij jongens van 20, 21. Dat kunnen jullie nu nog niet voorstellen, maar dat gaat op een gegeven moment afnemen. En dus ik heb er begrip voor dat het voor jullie veel moeilijker is. Het enige wat ik zeg is, please, probeer het nou nog even met elkaar een tijdje vol te houden. En dan hebben we veel eerder perspectief. En ik zat gisteravond dat ik eindelijk weer eens even tijd naar de tweede helft van Ajax zit te kijken. Ja, weet je. De juiste helft in ieder geval wel. Wat zei je? De goede helft. De goede helft, ja. Nou. En we vonden het wel klusgoals hoor, die eerste twee. Maar goed. Maar weet je, dan kijk ik daarnaar. En dan denk ik, waarschijnlijk ook als jullie, weet je, 2 jaar geleden, man, heb ik in de arena gezeten bij al die wedstrijden. Toen we zover kwamen, 4 jaar geleden ook. En dan denk ik, ja. Mm-hmm. Ja, het is toch een beetje. Het is, ik mis het wel heel erg. Mm-hmm. Maar ja. Maar u ziet het niet dat, want u noemt dat ook in uw boek, dat wij die vanzelfsprekendheid, dus dat wij echt. Gewend zijn geraakt aan die voorspoed en die welvaart die wij hebben gegenereerd in generaties lang. Maar dat is niet het geval dat er nu hierdoor men wel kritischer is ten opzichte van de overheid, omdat ze nu zo ingeperkt worden. Ja, misschien dat, maar is ook goed dat er wel kritiek is. We hebben heel veel kritiek over ons heen gehad het afgelopen jaar. En ik vind het ook heel goed ook dat jullie mij nu nog even flink aan mijn oor trekken over de consternatie rondom en na mijn huwelijk en dat soort dingen. Ik vind dat allemaal juist in onze samenleving goed is. Wat ik in mijn boek aan het slot beschrijf, wat ik sterk vind aan ons, is, en daar heb ik dus zelf meegemaakt, is dat we zijn er hard over, we bespreken het, maar we gaan vervolgens wel met elkaar door. En daarom, ik heb echt goede hoop, de viruswaarheidsclubs. Is echt maar een heel klein stukje van de samenleving. Die worden alleen groter gemaakt door allerlei bendes van hooligans. En echt gewoon mensen met criminele achtergronden die dan om die demonstraties heen komen en geweld gaan plegen. Want ik denk dat veel van de mensen die denken dat het virus een complot is, dat zijn over het algemeen niet eens mensen die gewelddadig zijn. Maar daar komen dus dit soort hooligans omheen. Dat zag je op 24 juni in Den Haag, als jullie dat nog kunnen herinneren. Je zag het op 17 en vooral 24 januari in Amsterdam. Maar ook dat merk ik toen met die rellen. Hè, dat was even 2-3 dagen, was het best spannend. Maar we hebben dat ondergekregen. En de hele samenleving, ook jullie, iedereen heeft gezegd, mensen, dit kan niet. Dit mogen we gewoon niet doen. Nu zijn we bij die hele samenleving. We hebben net over het groepje wat richting de overheid zich afkeert. Maar in een interview met het Friese Dagblad had u het over dat u steeds scherpere tegenstellingen ziet in de samenleving zelf. Ja. Wat heeft u de afgelopen 3,5 jaar aan gedaan om dat tegen te gaan? Dat was eigenlijk wel nieuw voor mijn departement. Ik ben ook gaan investeren in preventieve gelden in de wijken. Justitie, nou dan denk je toch meer aan strafrecht en aan regels en dat soort dingen. Nou, veiligheid, nou dan denk je inderdaad de politie, de antiterreureenheden, de brandweer, noem het maar op. Maar ik heb gezegd, ik zag al heel snel dat de georganiseerde misdaad, die heeft zich vooral heel erg geworteld tussen allemaal gewone mensen die helemaal niemand kwaad doen, die iedere dag naar hun werk gaan, maar die buschauffeur zijn of leraar,
die niet een enorm netwerk hebben in de politiek of in het bestuur. En die daardoor heel veel kwetsbaarder zijn. En we noemen dat ondermijnende criminaliteit. En dat ondermijnende zit erin dat je dus... Ik ben gisteren in Zeeland geweest bij boeren, waar die criminelen langskomen en dan zeggen ze, jij hebt een mooie schuur. Die schuur die ga je aan ons verhuren. Waarom ga je hem aan ons verhuren? Want wij gaan daar hennep telen of ecstasy-pillen draaien. En dat is gewoon voor eenvoudige burgers is dat heel intimiderend en moeilijk om dat van je af te houden. Wat heeft u eraan gedaan? Wat voor maatregelen heeft u ervoor? Daar heb ik heel veel, ben ik geld gaan inzetten in die wijken. Om daarin te investeren, om projecten te bekostigen. Waar bijvoorbeeld de woningbouwvereniging samen met de gemeente en met de politie in een wijk waar heel veel misdaad in dagelijkse zin voorkomt. Dus heel veel illegale prostitutie, heel veel drugshandel, dat soort dingen. Nou, de woningbouwvereniging kon samen, door dat wij erin geïnvesteerd, samen met de gemeente en met de politie, die, ik zal maar zeggen, boeven, langzamerhand uit die woningen krijgen. En daar steeds meer gewoon gezinnen voor terughalen en die buurten opknappen. En dat zijn dingen die we op heel veel plekken moeten doen, waarbij we vooral kinderen heel erg goed erbij moeten betrekken. Als jullie aan mij zouden vragen, wat kunnen wij doen om ook bij te dragen aan die samenleving, dan zou ik tegen studenten zeggen, ga met elkaar, ga werk doen voor kinderen. Of dat nou is in het weekendonderwijs, of dat het is dat je in zo'n buurt, in een buurthuis gaat helpen met kinderen op te vangen en dingen. Want ik waarschuw je maar voor, ik ben in wijken geweest in Nederland waar jongetjes van 9 of 10... al geronseld worden door de georganiseerde misdaad voor kleine boodschapjes en dat soort dingen. En wat gebeurt er? Zo'n jongetje raakt eraan gewend en die krijgt er wat geld voor, weet ik veel wat. Maar als hij op zijn 12e, zelfs al zou hij eruit willen, dan heeft hij gewoon helemaal de kans niet meer voor. En dat moeten we als maatschappij echt heel erg voor zijn. Vandaar, als je zegt, wat heb ik eraan gedaan? Al justitie, dat was eigenlijk nieuw, heb ik gezegd, ik wil ook investeren in die wijk. En blijft het doorgaan, denkt u? In de toekomst ook? Is het een trend die u heeft gestart? Ja, het is denk ik wel een trend die ik heb gestart. Er is in september 2018, op 18 september een verschrikkelijke moord gepleegd op een mensenrechtenadvocaat. Ik zeg dat steeds, mensenrechtenadvocaat, dat was echt een goede kerel die in Amerika mensen die op death row zaten, hè, dus de dood voordat zijn, heeft bijgestaan en dingen voor zegt. Echt een goede jongen. En die stond een kroongetuige bij in zo'n groot proces. En die is gewoon koelbloedig is die geliquideerd. En ik vind dat nog steeds het meest verschrikkelijke dieptepunt in onze rechtsstaat. Want als de mensen die er zijn voor jullie en mij, voor iedereen, de rechters, de officieren van justitie, de advocaten, de journalisten, de politieagenten, de mensen die rechtsstaat verwezenlijken, als die worden doodgeschoten, omdat ze dat werk doen, nou, dan zijn we echt bezig om onze samenleving ver te trekken. Wat ging er toen door u heen, toen dat gebeurde? Ik vond het een persoonlijke tragedie, maar los daarvan, ik vond het een grote onrecht. Dat iemand die gewoon, ik weet niet wat jullie allemaal doen zijn. Sorry, de lampen gingen uit. Ik vond dat echt een heel groot onrecht voor degene onder jullie die rechtenstudenten zijn. Dan hoop ik ook echt dat jullie daar nog eens ook bij stilstaan. Dat de mensen die nou juist de hoeders zijn van onze rechtsstaat. En dat is lang niet altijd makkelijk, hè? Want we allemaal wel eens, moet je maar eens vragen, 1 op de 2 toga-dreigers is in zijn leven wel eens een keer bedreigd, of is eens een keer uitgescholden, of heeft ergens een klap op een weet ik veel wat gekregen. Dingen. Maar we doen dat en omdat we die rol moeten spelen in de rechtsstaat. En wij dragen ook die toga's, dat is ook heel belangrijk, om aan te geven. Niet dat wij daar als persoon zitten, maar je zit er in een toga. En de oude Moscovici, dus de
De vader van al de zoons die ook advocaat zijn geboren. Die zei een keer, en dat vond ik heel mooi, toen hij heeft zelf in een kamp gezeten, in een concentratiekamp. En hij verdedigde op een gegeven moment een man die het Auschwitz-monument had beklad. En toen werd hem gevraagd, ja, maar is dat niet erg voor u? Want u heeft zelf in zo'n kamp gezeten. En toen zei hij, kijk, als advocaat moet je elke zaak verdedigen waarvan je zegt, oké, die moet kunnen. Alleen als je niet rechtvaardig achter zijn. En dat betekent eigenlijk als je weet dat je cliënt aan het oplichten of een liegen is tegenover de recht. Verder moet je elke zaak kunnen doen, tenzij je niet rechtvaardig acht. En dat kan ook zijn als je er persoonlijk betrokken bij bent. En als je bijvoorbeeld zegt, ik ben zelf een keer zwaar mishandeld, dan kan ik me voorstellen dat je moeite hebt om iemand te verdedigen die beschuldigd wordt van zware mishandeling. Het zou kunnen. Maar hij zei dus, ja, kijk, natuurlijk heb ik in een kamp gezeten en dat is allemaal verschrikkelijk, maar ik vind wel dat ik iemand kan verdedigen die, doordat hij verward was of wat dan ook, dit heeft gedaan met dat monument. En als ik als advocaat bij al die dingen zou zeggen, sorry, daar ben ik te gevoelig voor, dan moet je geen advocaat worden. En dat geldt voor alle hoeders van de rechtsstaat. Ook een rechter, als een rechter zegt, ja, ik moet bij iedere vechtscheiding moet ik zo huilen, dan zeg ik, ja, weet u, dan zou ik toch een ander beroep kiezen. En lastig om een overgang te hebben naar zo'n heftig onderwerp. Maar we proberen, de verkiezingen staan voor de deur volgende week. CDA staat toevallig op de lijst. Hoe verwacht u dat het CDA het gaat doen? Nou, ik denk, ben heel eerlijk, ik denk dat het CDA niet in de buurt komt van de grootste partij, de VVD. Want Mark Rutte is natuurlijk toch het afgelopen jaar de vader des vaderlands geweest. En daar kun je bij hoog en bij laag bij springen, maar dat is, dat moet je kunnen erkennen. Hoe dat bij een volgende verkiezing gaat, daar kan niemand nu wat over zeggen, maar ik denk dat dat effect dan niet meer zal spelen. Wat ik zorgelijk vind is twee dingen. Eén, dat de op één na grootste partij van Nederland dreigt weer de PVV te worden. En dat is een partij waar ik echt vanuit rechtsstatelijk oogpunt grote moeite mee heb, gezien bepaalde standpunten. En dat vind ik echt heel verschrikkelijk, dat mogelijkerwijs straks 1 op de 6 Nederlanders of zo voor die partij heeft gekozen. Ik vind dat het landschap zo aan het versplinteren is dat het bijna onbestuurbaar wordt. En in Duitsland hebben ze al heel lang een kiesdrempel. En ik denk echt dat we in Nederland in de spiegel moeten kijken en moeten zeggen, als we geen kiesdrempel gaan invoeren, dan hebben we over 3-4 verkiezingen hebben we waarschijnlijk 22 partijen die allemaal een klein beetje hebben. En dan zeggen jullie misschien, so what? Maar dat maakt het echt onbestuurbaar. Want als ik in de Kamer een debat moet voeren tegenwoordig, dan moet ik 14 of 15 partijen die kunnen daar het woord gaan voeren. Dan krijgt iedereen maar een paar minuutjes. En dan moet ik op al die mensen gaan antwoorden. En dan zijn ze weer boos dat ik zo lang bezig ben met antwoorden. Maar ja, ik moet op 15 partijen antwoorden. Mm-hmm. En het is voor de parlementaire democratie, het lijkt heel mooi dat elke enge burenpartij, of weet ik van wat je hebt, nu bijvoorbeeld Volt, die opkomt met een Europese. Nee, ik noem even een partij die niet bestaat. Hè. De enge burenpartij, dat was een grap uit mijn jeugd op de tegenpartij, hè, van Coach B. Ja. Ja. Maar als iedereen dat doet, ja, het lijkt heel mooi democratisch, maar het is uiteindelijk voor de democratie is het niet goed. Mm-hmm. En als we dan verder kijken naar u als persoonlijk in de toekomst, dan zijn we toch wel benieuwd waarom u zichzelf schikt als lijstduwer voor de komende verkiezingen. Heeft dat een bepaalde reden? Ik vind het CDA heeft echt een belangrijke eigen invulling. Het CDA is altijd een middenpartij geweest, maar vanuit een hele duidelijke overtuiging. D66 heb ik ook altijd een middenpartij gevonden. Het is alleen zo dat D66 is liberaal en het CDA heeft volle overtuiging de confessionele beginselen.
En dat wil niet zeggen hoor, ik heb nog nooit bij het CDA, we gaan nooit met elkaar samen naar de mis. Het heeft niets te maken met kerk en staat, die hetzelfde, dat is allemaal helemaal gescheiden, ook bij ons. Maar de uitgangspunten die je terugvindt in het Oude en het Nieuwe Testament, liggen wel ten grondslag aan. En nou, dan heb ik het over het rentmeesterschap, en dan mag je mij bijvoorbeeld ook op aanspreken, want ik vind dat dat er ook bij hoort. Nou, als jullie zulke rentmeesters zijn, hoe heb je dat dan met het klimaat zo kunnen laten gebeuren? Mm-hmm. Om maar eens wat te noemen. Dat vind ik ook echt het grote falen van de, generaties waar ik ook voor hoor. Dat we dat gewoon veel te laat hebben afgebogen. Ik ben lijstduwer geworden omdat ik dit verhaal ook vind. Dan moet je dat ook in een campagne uitdragen. En mensen mogen ook zeker op mij stemmen. En als ik 18.000 stemmen haal, dan ga ik de Kamer in. Dan ga ik dus niet zeggen, sorry, ik heb nog een belangrijke afspraak. Nee. Ik vind dat je, wat ik nu doe, daar zal ik ook maar eerlijk zeggen voor degene die overwegen mijn advocatuur te gaan. Nou, mijn inkomen als partner in advocatuur lag duizelingwekkend boven wat ik nu doe. Dus ik heb ook heel erg voor mezelf gezegd, nou, ik wil dat opgeven, want ik vind dat je in de samenleving ook, ook dingen moet doen en moet laten zien. Je offert heel veel op van je privacy, om het dan maar even daarover te hebben, Tim. En alle bedreigingen en onbeschoftheden, ook op sociale media, maar ook echt zware bedreigingen, dat valt niet mee. En dat vind ik wel zorgelijk. Dus het is nu meer dat u het publieke belang wil dienen in plaats van het... Ik vind dat je een keer het publieke belang moet doen. Ja. En als u niet terugkomt als minister of als Kamerlid, zien wij u dan terug achter het sturen bij lijn 351 richting Schiphol? Net als uw oude Dat zeker niet. Ik ga, denk ik, als ik niet verder zou gaan in de politiek, dan zou ik echt weer teruggaan in de particuliere sector. Mm-hmm. Want daar heb ik het overgrote deel van mijn leven geniet. En of ik dan weer advocaat word of iets anders ga doen, dat gaat dan misschien blijven qua boeken schrijven. Ja, het schrijverschap inderdaad. Dat, ja. Daar kun je in Nederland, tenzij je een bestseller schrijft, kun je daar niet echt van rondkomen. Mm-hmm. Nou, voor de volgende afsluitende vraag. Voor de volgende minister van Justitie, die waarschijnlijk volgende week, misschien komt de kabinetsformatie, gaat nog 4-5 maanden duren. We kennen Nederland in het versplinterde landschap wat u omschreef. Nou, wat zou u de volgende minister van Justitie en Veiligheid mee willen geven? Behalve dat die persoon uw boek moet kopen om dat schrijverschap te kunnen ambiëren? Hij moet 4 dingen doen. Hij moet de georganiseerde misdaad in Nederland, daar moeten we mee door blijven gaan. Want dat is echt, jullie zien waarschijnlijk niet hoe ongelooflijk gevaarlijk dat overal bezig is om in te sluipen. Hij moet daarnaast ook in gaan zetten op ervoor te zorgen dat de probleemwijken in Nederland en jongeren die het moeilijk hebben ook echt mee kunnen blijven doen. Want anders krijgen we zo'n scheiding in de samenleving. Hij moet ook echt heel hard verder door met digitale veiligheid. Dus dat zijn al 3 enorme opgaven. En het 4e en laatste wat hij ook moet gaan doen, is dat is iets waar ik zelf gewoon echt wel een beetje trots op ben, dat ik die zedenwetgeving de afgelopen jaren weer helemaal opnieuw heb kunnen formuleren. Maar dat is nog niet af. En dat moet hij ook afmaken. Want ik vind, we zitten in een moderne maatschappij. En dan moet het ook heel duidelijk zijn dat ongeacht je seksuele gerichtheid moet je helemaal vrij zijn in Nederland. En ongeacht wat je gender is, moet je ook veilig thuis, veilig over straat, overal gewoon je eigen ding kunnen doen. En daar is ook nog best wat aan te verbouwen. Is er ook nog iets wat hij of zij als volgende minister de volgende periode zeker niet moet doen? Behalve die boekenkast en de ministerie leeg laten staan? Ja, nou, je moet je niet door de waan van de dag, als je minister van Justitie en Veiligheid komt, ik weet niet, hebben jullie een idee hoeveel mensen er onder mij werken? Ik volgens mij, ik denk dat het meeste ambtenaren het hele van alle ministeries is. Maar ja. Nou, het zijn er 113.000, maar je bevindt je in goed gezelschap als je
dat niet wist, want onlangs zei de minister-president in een vergadering dat KLM en Schiphol, dat waren wel de grootste werkgevers van Nederland. Ik zei, nou, kijk even naar justitie en veiligheid, want daar werken er 113.000. En daar is het zo belangrijk dat je, dus dat geef ik die opvolger, mocht ik dan iets anders gaan doen, mee. Houd hoofd koel en niet de waan van de dag. En dan wil ik nog even een heel snel ding meegeven. In mijn boek heb ik het over kathedraaldenken. En dat vind ik heel belangrijk. Ik vind dat mijn generatie en die daarna moeten bouwen aan de kathedralen die jullie of jullie kinderen of kleinkinderen pas echt afgebouwd zien. Dat is echt voor mij het belangrijkste principe. Meneer Gappas, van hartstikke bedankt voor dit interessante gesprek. Ja, we begonnen en eindigden met het boek en ik ben heel erg benieuwd om in die kathedralen te gaan kijken in de toekomst. Voor ons publiek, volgende week stemmen, 17 maart. Ja, als je nog, absoluut. Als je nog twijfelt over een partij, of je weet het nog niet zeker, op onze YouTube-kanaal SSW hebben we heel veel lijsttrekkers en van elke partij zo'n beetje. Hebben we iemand geïnterviewd? De studentenstemwijzer. De studentenstemwijzer. Dus als je nog niet zeker bent wat je gaat stemmen, kijk daar. En zeker weten stemmen volgende week. Meneer Gappas, van hartstikke bedankt. Enorme heel goed, ga stemmen. Dankjewel. Hoi.